Genesis hoofdstuk 14, Genesis hoofdstuk 14, vers 18 tot 24. We lezen uit het heilige woord van God, Genesis 14, vers 18 tot 24. En wij lezen daar de volgende woorden. Genesis 14, vers 18, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van de draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover de schriftlezing deze middag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, in ongeveer 600 voor Christus was het Babylonische Rijk het grootste machtsblok van de toenmalige wereld. En voor het oog van de mensen zwaaide koning Nebukadnezar de scepter. Hij had het voor het zeggen. Hij was de soeverein van het Babylonische Wereldrijk. Hij had geen mens te duchten en het ontbrak hem werkelijk aan niets. En toch, deze machtige koning leed aan slapeloosheid. En dat kwam omdat een nare droom hem uit de slaap hield. Een droom waar hij geen raad mee wist. Een droom waarvan de beelden op zijn netvlies gegrift stonden, waarvan hij zich niet kon losmaken. Die nachtelijke droombeelden moeten iets betekenen. Maar wat? Hij tast in het duister. Die droom maakt hem onrustig, onzeker en angstig. En daarom dat hij ten einde raad zijn vooraanstaande waarzeggers en bezweerders, tovenaars en astrologen uit het Rijk bijeenroept en vraagt om raad. Maar ook zij tasten in het duister en ze sussen de koning met nietszeggende verklaringen. Uiteindelijk komt deze machtige koning bij Nebukadnezar of bij Daniël terecht, de man Gods. En Nebukadnezar vertelt hem zijn droom over een boom zo groot en sterk dat hij de wereld omspant en iedereen voorzag van voedsel en schaduw tegen de brandende zon. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks in zijn droom. Er verschijnt een hemelse boodschapper met het bevel om die grote en machtige boom om te hakken. En Nebukadnezar is verontrust. Hij kan de slaap niet meer vatten. En nadat deze hemelse boodschapper het bevel gegeven heeft om de boom om te hakken, zegt hij in Daniël 4 vers 17, dit bevel berust op het besluit van de wachters, dit verzoek op het woord van de heilige. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Wat de betekenis van deze droom verder ook mogen zijn, gemeente. Duidelijk is dat deze droom tot doel heeft de mensen ervan te overtuigen dat de Allerhoogste regeert in het wel en wee in de geschiedenis van de mensheid. Met andere woorden, God werkt in alles naar de raad van zijn wil. God regeert in de geschiedenis van de mens. Dat is de leer van Gods soevereiniteit. En dat betekent dat de Heere oppermachtig is. En dat is een les die koning Nebukadnezar moest leren. Hij moest doordrongen worden van Gods soevereiniteit. En om dat te bereiken, u kent die geschiedenis. Uiteindelijk verliest hij zijn verstand met dat gevolg dat hij uit de gemeenschap, uit de samenleving verstoten wordt. En als een redeloos beest struint hij in het rond, compleet verwilderd als een beest.
Gemeente, dat is het oordeel over een mens of maatschappij die onafhankelijk van de Allerhoogste zijn eigen weg gaat. Zo'n mens, zo'n maatschappij vervalt tot beestachtigheid. Denk wat onze eigen samenleving betreft aan abortus, euthanasie, de seksuele ontaarding en scheefgroei, de hele genderdiscussie die is losgebarsten. Deze machtige koning Nebukadnezar, eerst omgeven met de eer en luister van de wereld, wordt door de Heere God zelf overgegeven en vervalt tot een beestachtig leven. Is dat niet wat we zien gebeuren in onze omgeving? Is dat niet precies wat onze maatschappij laat zien? Een maatschappij die zegt, wij kunnen het zonder God, wij bepalen zelf onze weg, wij buigen niet voor de Allerhoogste. En je ziet een beestachtige ontaarding plaatsvinden. Deze machtige koning vervalt tot beestachtigheid. Dat duurde totdat hij Gods soevereiniteit erkent. Namelijk dat de Heere de oppermachtige heerschappij heeft en regeert in de aangelegenheden, in de geschiedenis van de mens. Luister maar naar zijn eigen woorden. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam terug in mij. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil, met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Daniël 4, vers 36 en 37. Met andere woorden, niemand kan de Heere weerhouden van datgene wat hij wil doen. Niemand kan zijn macht weerstaan. Niemand kan hem ter verantwoording roepen. Niemand kan zeggen, wat doet u nou? De Heere doet al wat hem behaagt, in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Dit is een van de duidelijkste schriftuurlijke verklaringen van Gods soevereiniteit. Nebukadnezar had zijn les geleerd, maar nu wij nog. Ook wij moeten deze les leren. En leren we deze les niet, denken we dat we zelf de oppermacht hebben in ons leven, dan heeft dat uiteindelijk waanzinnigheid en beestachtigheid in je leven tot gevolg. Wat betekent het dat God een soeverein God is? Het woord soeverein, soevereiniteit, zoek je tevergeefs in de Bijbel. Maar de leer van Gods soevereiniteit komt in heel de schrift voor. Het is onmogelijk om je Bijbel te lezen zonder onder de indruk te komen van Gods soevereiniteit. De Bijbel zegt dat de Heere God oppermachtig is. Dat hij de absolute heerschappij heeft in hemel en op aarde. Dat woord soeverein betekent hoogste macht, hoogste gezag, oppermachtig, opperheerschappij, rechtsgeldigheid, rechtshoogheid. Het duidt op volledige onafhankelijkheid van anderen. Nu bij de overdenking van de eigenschap van Gods soevereiniteit gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst, het feit dat de Heere God soeverein is, betekent dat hij de allergrootste, allerhoogste en allerbeste is. Twee, dat hij alles volmaakt onder controle heeft. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Er is niets wat hij niet onder controle heeft. En drie, zijn wil is absoluut. Hij doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. Je begrijpt, dat kan van niemand anders gezegd worden dan van de Heere God alleen. Hij is alleen de Allerhoogste en de Allergrootste en de Allerbeste. Hij heeft alles volmaakt onder controle en zijn wil alleen is absoluut. Het is een geweldige waarheid, gemeente. Maar owee, als je de wind tegen hebt, als het begint te stormen, als de Heere lijden in je leven toestaat, terminale ziekte, conflicten, onrecht, geweld,
Binnen de kortst mogelijke keer botsen wij dan frontaal met Gods soevereiniteit. In plaats van dat deze wetenschap je vertroost en bemoedigt, raken wij door in verwarring en verontrust. Want hoe kan dat nu? De Heere zit toch op de troon? Hij is toch een liefhebbende vader? Hoe kan hij dit lijden in mijn leven toestaan? Hoe kan hij mijn kleintje dan van me nemen? Hoe kan hij dat ongeluk toestaan? Hoe kan hij de scheiding in mijn leven toestaan? Of dat gemeenteconflict, hoe kan die je toestaan? Hij is toch een liefhebbende vader. En deze verwarring is voor een groot deel te verwijten uit een verkeerd begrip van Gods soevereiniteit. Laten wij deze middag onze kennis van Gods soevereiniteit toetsen aan wat de Heere daar zelf over zegt in zijn woord. En laat ons gebed zijn: Heere, toon ons uw soevereiniteit. Zoals Mozes bad: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Dat we deze middag mogen zeggen tegen de Heere: Heere, toon ons uw soevereiniteit. Laat het ons zien, Heere, vanuit de schrift. Geef veel licht. En de enige die het aan jouw hart kan brengen is de Heilige Geest. Ik kan het niet aan je hart brengen. Maar de Heere kan het wel aan je hart brengen. Luister daarom met een ontvankelijk hart. We beginnen bij ons eerste punt. De Heere is de allergrootste, de allerhoogste en de allerbeste. Hij is de allergrootste, allerhoogste en allerbeste. Nu, deze stelling zal voor de meesten van ons geen problemen opleveren. God is de grootste en de hoogste. Daardoor erkennen wij hem juist als God. De Heere steekt, populair gezegd, met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Hij is de allergrootste, allerhoogste. Als er iemand groter, hoger en machtiger zou zijn dan de Heere, dan zou die iemand God zijn. Of als de Heere God iemand nodig zou hebben, afhankelijk zou zijn van iemand, dan zou die iemand God zijn. God is de allergrootste en de allerhoogste. Anders is hij geen God. De naam waarmee de Heere zich aan Nebukadnezar bekend maakte, luidt El Elyon. El God, Elyon, allerhoogste. Hij is met andere woorden boven alles en iedereen verheven. De eerste keer dat deze naam gebruikt wordt, is in ons schriftgedeelte in Genesis 14, waar we tot driemaal toe El Elyon lezen. We lezen daar in Genesis 14, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was priester van God, van El Elyon, God de Allerhoogste. Gezegend zij Abraham, door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En vers 20, geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende. De Heere is El Elyon. De eerste keer dat deze naam in de Bijbel voorkomt, dat de Heere God zich als de Allerhoogste en de Allergrootste voorstelt, is hier in Genesis 14. Hij is hoog verheven boven alle andere goden en machten. Hij is werkelijk de Allerhoogste. Niet dat er andere goden bestaan, maar de Heere is hoog verheven boven al die andere veronderstelde goden. Onze God is boven al die andere vermeende goden verheven. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten: ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Er is maar één Allerhoogste en Allergrootste en Allerbeste. Weet je, het is heerlijk om zo over je hemelse vader te mogen praten. Soms praten kinderen zo over hun vader en zeggen ze: mijn vader is de sterkste, mijn vader is de grootste, mijn vader is de belangrijkste. Oh, je ziet ze groeien als ze zo over hun vader praten. Nou, dat hebben wij deze middag ook. Het is heerlijk om zo over de Heere God te mogen spreken. Hij is de Allerhoogste, de Allergrootste en de Allerbeste. De Bijbel zegt dat hij de Allerhoogste is. En dat blijkt ook uit Hebreeën 6, waar staat dat God als bekrachtiging van zijn verbond met Abraham bij zichzelf zwoer, omdat hij bij niemand hoger kon zweren. De tekst zegt in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 13, toen
God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf. Waarom? Omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Er is niemand hoger dan God. Als God zweert, kan hij alleen maar bij zichzelf zweren, omdat er niemand hoger is dan hij. En deze eed geeft aan Gods belofte een onvoorwaardelijk karakter. En daarom dat deze beloften onberouwelijk, vast en zeker zijn. Ze liggen vast verankerd in de Allerhoogste. Dit overtuigt ons echter nog niet van het feit dat de Heere God in jou en mijn leven en in de geschiedenis van deze wereld maar kan doen wat hem behaagt. Dat de Heere met jou kan doen, met jouw huwelijk kan doen, en met je gezin en met je kinderen en met deze gemeente en met de gemeenschap kan doen wat hem behaagt. Ja, dat Gods wil onze wil dusdanig kan beïnvloeden dat wij nooit buiten de door hem gestelde grenzen komen. Ja, dat God regeert in de geschiedenis, in het wel en wee van de mens. Nou, tot zover mijn eerste punt. De Heere God is de Allergrootste, Allerhoogste en Allerbeste. Ten tweede, mijn tweede punt. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Denk even aan je eigen leven, je eigen zaak misschien, je eigen je gezin, de ontwikkeling van je kinderen, hier in de gemeente, hier op het dorp, in Nederland, in deze wereld. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Als God de schepper is van alle dingen, en wanneer hij werkelijk alles in zijn hand houdt, dan is daar dat logisch en daar vloeit uit voort dat hij ook de eigenaar is van alle dingen. En dan is het voor de hand liggend dat hij ook doet wat hem behaagt. Als God de schepper is, dan mag hij met de schepping en het schepsel doen wat hem goed dunkt. Dat is zijn goed recht. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Je bent niet van jezelf. Oh, wat een misvatting. Je dacht misschien, ja, maar ik bepaal het in mijn leven. Ik bepaal het zelf. Oh, maar dan begrijp je niet dat je van God bent. Wij zijn van hem. Hij heeft ons gemaakt. Je bent niet van jezelf. Je bent van je schepper. Het feit dat de Heere alles gemaakt heeft, is heel duidelijk in de Bijbel. Door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. God is de schepper van hemel en aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij nam stof en hij vormde jou daaruit. Je bent een zoon en een dochter van Adam en Eva. Ook heeft de Heere alles voor zichzelf gemaakt. Kijk, die Heere is niet alleen de Allerhoogste en Allergrootste en Allerbeste. Maar hij leeft ook voor het Allergrootste, Allerhoogste en Allerbeste. Nu, als God de Allerhoogste, Allergrootste en Allerbeste is en daar ook voor leeft, leeft hij voor zichzelf. Dat is de voor de hand liggende conclusie. De Heere God leeft voor zichzelf. Hij bestaat voor zichzelf. Hij kan niet leven voor iets wat minder groot is dan hij zelf. Hij zelf is de reden van zijn bestaan. Hij is God. Koning Salomo zegt, de Heer heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Dat is even schrikken. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Spreuken 16 vers 4 en Jesaja 45 vers 7. Niet dat de Heere de oorzaak is van hun goddeloosheid, maar ook hen heeft hij gemaakt. En ook met hen zal hij tot zijn doel komen, namelijk de verheerlijking van zijn naam. En voor ons is dat allemaal niet te begrijpen. Intellectueel krijg je dat niet op een rijtje. Maar dat is wat de Heilige Schrift ons leert. Hij heeft alles gemaakt, zelfs de goddeloze, voor de dag van het oordeel. En daarbij is de Heere ook de instandhouder van zijn schepping. Paulus schrijft, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat woord bestaan duidt op samenhouden. De samenhang, bijeenhouden. De verschillende elementen van de materie, van jou en mijn lichaam, van de stoel waarop je zit en het gebouw waarin wij zijn. Dat alles wordt bijeengehouden door de Heere God.
Hij is niet alleen maar de schepper van de hemel en aarde. En hij heeft niet alleen maar alles tot eer en verheerlijking van zichzelf geschapen. Maar hij is tot op de dag van vandaag persoonlijk betrokken bij de instandhouding van zijn schepping. Deed hij dat niet, dan zouden jij en ik op dit moment tot stof vergaan. Alle moleculen, atomen worden door hem bijeengehouden. Nu wanneer de Heere God alles geschapen heeft, waar hij heel de schepping in stand houdt, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat alles ook aan hem toebehoort. God is de rechtmatige eigenaar. David belijdt, van u Heere is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot en sterk te maken. 1 Kronieken 29, vers 11 en 12. Ja, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie ervan woont en wie erop wonen. Psalm 24, vers 1. Je bent niet van jezelf. Je bent niet van jezelf. Je bent van hem. Je bent zijn eigendom. De aarde, de natuur en de mensheid behoort aan God. Hij is de enige rechtmatige eigenaar van hemel en aarde. En daarom dat hij het volste recht heeft om over alles en iedereen te regeren. En dat is de les die koning Nebukadnezar moest leren. De Allerhoogste regeert in de aangelegenheden van de mens. Ja, hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dat is de leer van Gods soevereiniteit in een notendop. Hij heeft het volste recht om over alles en iedereen te regeren, niets en niemand uitgezonderd. De wetenschap van Gods soevereiniteit, gemeente, is juist op momenten van beproeving een bemoediging en een vertroosting. Ik weet nog goed dat ik in een vergadering zat van een aantal christelijke leiders in Nederland. En alle noden en rampen en ontwikkelingen waren de revue gepasseerd. En de oudere broeder zei, waar is God? Waar is God? En ik was in mijn voorbereidingen bezig voor deze overdenking. En ik zei, hij is op de troon. Waar is God op de troon? Daar waar hij altijd al is, nergens anders. En hij is soeverein, hij regeert en werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Wat er ook in je leven, of in je huwelijk, of in je lichaam, of in je gezin, of bedrijf, of gemeente, of op het wereldtoneel gebeurt. Wij weten, de Heere zit op de troon van hemel en aarde. Hij is soeverein en dat betekent, gemeente, ofwel hij is de grote veroorzaker, of tenminste de toelater van alles wat zich in de geschiedenis voordoet. Nogmaals, alles wat zich in jouw leven en op het wereldtoneel voordoet, wordt veroorzaakt of tenminste toegestaan door de Heere God. En dat is ook precies wat de Heere daar zelf over zegt. Paulus schrijft in die belangrijke leerstellige brief, de brief aan de Romeinen. Want uit hem en door hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Romeinen 11, vers 36. Door hem zijn alle dingen. De Heere God is de veroorzaker of toelater van alle dingen. Aan de Efeze schrijft diezelfde apostel. Hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Het woord raad betekent plan of doel. In alles wat er gebeurt, werkt de Heere tot realisatie van zijn volmaakte en eeuwige plan. Het valt je misschien rauw op je dak om te heren, om te horen dat de Heere rampspoed en onheil en soms verdriet en lijden veroorzaakt. En toch lezen we dat zo in de Bijbel.
Oh, misschien heb jij een heel ander godsbeeld. Het zou zomaar kunnen zijn dat het gedeeltelijk afgodsbeeld is. Wat deze middag gecorrigeerd moet worden. Zodat je een goed godsbeeld krijgt. Gebaseerd op de waarheid van de schrift. Het is Jesaja 45, vers 7, waar we lezen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Ik schep onheil. En natuurlijk wordt daar de zonde niet mee bedoeld. Hoe dan ook, de Heere zegt, ik doe al deze dingen. Het is zeer wel mogelijk dat de Heere met opzet tegenspoed in je leven, of in de gemeente, of in je gezin, of in je bedrijf toestaat. Of zelfs direct veroorzaakt. Daarbij kun je denken aan kleine en grote dingen. Een klein ding is bijvoorbeeld een lekke band op een eenzame weg. Of een fatale ziekte die je leven op zijn kop zet. Als allerhoogste en allerbeste en allergrootste heeft de Heer het volste recht om met jou en mij te doen wat hem goeddunkt. En niemand is in de positie om hem daarvoor ter verantwoording te roepen. De Heer zegt zelf daarover, denk aan de dingen van vroeger, van de oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46, vers 9 tot en met 10. Met andere woorden, ik ben de hoogste, de grootste en de beste. En ik doe wat ik wil. En alles wat God wil is goed. Alles wat hij doet is goed. Nou, uit de mond van een mens klinkt dat als een waanzinnige. Want koning Nebukadnezar, die stond op het dak van zijn paleis. Keek over dat machtige Babylon met die hangende tuinen. Hij zegt, is dat niet dat grote Babylon wat ik gebouwd heb? En hij voelde zich God, onafhankelijk. Hij deed het. Hij voelde zich hoog en machtig. Maar wat is er gebeurd? Hij is tot de beesten vernederd. Er is op dit moment in kasteel Amerongen een expositie over de komst van de Duitse keizer. De grote veroorzaker van de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918. Duizenden, honderdduizenden jonge mannen zijn gestorven, zinloze dood in deze Eerste Wereldoorlog. En voor zijn val, voordat hij uit zijn land werd gezet, ondertekende hij zijn brieven met de Allerhoogste. De Allerhoogste. Een paar jaar later moest hij met een paar treinwagonnetjes het land uit. Er kwam hij als balling in Amerongen aan. Berooid. Van macht ontdaan. Denk aan Saddam Hussein. Die op het grondgebied van koning Nebukadnezar regeerde. Met een ijzeren vuist. Alsof hij de Allerhoogste is. En waar vonden ze hem? In een hol in de grond. Als een beest. Het is gebeurd met een mens, maar ook met een maatschappij die zichzelf als Allerhoogste presenteert. De psalmist zegt, onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En even verder, al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepte. Er is met andere woorden geen plaats waar de Heere niet soeverein regeert. En de oud-testamentische heilige Job zegt het zo. En bedenk even wat hij heeft meegemaakt. Zijn hele bedrijf te gronden. Kinderen omgekomen. Vrouw die tegen hem zegt, zeg God vaarwel en sterf. Sla de hand aan jezelf. Het heeft allemaal geen zin meer. Maar Job zegt tegen de Heere, ik weet dat u alles vermag. Geen plan is onmogelijk voor u. Job kende God als een soeverein God.
Dat is ook wat de Heer Jezus leerde in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Je kent die gelijkenis. Sommigen werkten vanaf 6 uur 's ochtends voor een bepaalde prijs ingehuurd. Om 9 uur nog een groepje, 12 uur, 3 uur. Ja, zelfs om 5 uur in de middag werden er nog werkers ingehuurd. En deze laatste werkte maar een uurtje en toen was de werkdag ten einde en ging de zon onder. En toen iedereen zich opstelde om zijn dagloon in ontvangst te nemen, gaf de eigenaar van de wijngaard iedereen hetzelfde loon. Dat schoot helemaal verkeerd bij degene die de hele dag in de brandende zon hadden gewerkt. Kun je je wel iets bij voorstellen? Ze zijn het er niet mee eens en ze protesteren. En dan antwoordt de heer van de wijngaard: is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Met andere woorden, het is mijn geld. Jij hebt toch het afgesproken bedrag ontvangen? Ik heb toch woord gehouden? Als ik iedereen hetzelfde wil geven, dan geef ik iedereen hetzelfde. Dat geld is van mij, ik kan doen wat ik ermee wil. Dat is soevereiniteit, gemeente. Ik kan doen wat ik wil. De Heer is de Allerhoogste, de Allergrootste en Allerbeste. En Hij heeft als rechtmatig eigenaar alles volmaakt onder controle. Tot zover mijn tweede punt, nu mijn laatste punt. Mijn laatste punt, zijn wil is absoluut. Zijn wil is absoluut. Let goed op. Neem deze les ter oren. Want eerdaags ga je frontaal botsen in dit leven. Breekt er een storm op in je lichaam, of je huwelijk, of je gezin, of je bedrijf. En dan ga je deze vragen stellen. En je gaat vastlopen, tenzij je een godsbeeld hebt op de Bijbel gebaseerd. Mijn derde punt: Gods wil is absoluut. Met andere woorden, Hij doet wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde. Ik ga je nu een paar dingen voorhouden die een soort van kortsluiting in je bovenkamer mogelijk veroorzaken. Het gaat botsen. En je denkt, maar dat kan toch niet? Oh, zeker kan het. Alles kan wat er in de Bijbel staat. Want als eigenaar kan Hij, de Heere, met alles en iedereen doen wat Hem goeddunkt. En Hij heeft daar niemand toestemming te vragen. Hij heeft daar niemand verantwoording af te leggen. Soms wordt er in deze wereld wel gesproken over een soeverein, een koning. Of een staat, een soevereine staat. Of soevereine machthebber. Al gemeente, wat een nonsens. Er is er maar één soeverein. En dat is de Heere. Hij is de enige die kan doen wat Hem behaagt zonder aan iemand toestemming te vragen en zonder aan iemand verantwoording af te leggen. Want elke koning en machthebber in deze wereld zal op een toekomstige dag verantwoording moeten afleggen aan de Allerhoogste, Allergrootste en Allerbeste. En dat is in de Heer Jezus, onze God en Vader. Er is maar één soeverein. En dat is de Heer. De profeet Jesaja zegt: wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt. Jesaja 45, vers 9. Dat is degene die tegen God zegt: oh, maar dat kunt u niet doen. Dat kunt u niet doen. Paulus pakt datzelfde thema op als hij in Romeinen 9 zegt dat de Heere zich ontfermt over wie Hij wil en verhardt wie Hij wil. God is soeverein. Hij kan doen wat Hem behaagt. Hij kan zich ontfermen over wie Hij zich wil ontfermen. En Hij kan verharden wie Hij wil verharden. En wie ben jij dan dat je Hem ter verantwoording zou roepen? Bedenk, je bent een druppel in de emmer. Een stofje. Zijn de volken, de mensheid van deze wereld is als een stofje aan de weegschaal. Als de mensheid een stofje aan de weegschaal is, wat denk je dan dat jij bent? Je bent niets. Bijna onzichtbaar. Je legt geen enkel gewicht in de schaal. De volken, de mensheid is als een stofje aan de weegschaal. Oh, wie ben jij dan om tegen de Heere God te zeggen: jij klein nietig mensje, wormpje, wat doet u? Waar bent u mee bezig? Wie ben jij dat je God de verantwoording roept? Hij ontfermt zich over wie Hij wil. Hij verhardt wie Hij wil.
U zult dan tegen mij zeggen, Romeinen 9, 19, wat heeft God dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Kijk, als God behaagt, doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, hoe kunnen wij dan verantwoordelijk gehouden worden? Maar schrijft Paulus, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot eervol, het andere tot oneervol voorwerp te maken? Met andere woorden, jij bent niet in de positie, je hebt niet het recht om de Heere God ter verantwoording te roepen. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt hoe een boetseerder uit een stuk klei een voorwerp maakt. Meestal heb je zo'n draaischijf en onder die draaischijf zit er andere schijf en doen ze dan met hun voeten overheen. En dan zetten de pottenbakker zijn handen in die klei. Oh, dat doet zeer als mens. En hij vormt het ene voorwerp, eervol, mooi, om te pronken, in de etalage te zetten. Het andere, oneervol, voor ander gebruik. Hij mag doen wat hij wil, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo bent u in mijn hand, Jeremia 18, vers 6. Met andere woorden, het is Gods goed recht om ons te vormen en te kneden en met ons te doen naar zijn wil. En wat een troost om te weten dat alles wat hij doet goed is, maar het doet wel pijn. Oi, 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 als de hemelse pottenbakker zijn handen in je leven zet of in je huwelijk, dat doet zeer. Oh, dat doet pijn. Kun je moeite mee hebben, maar hij doet het tot ons nut. En het is heel, heel begrijpelijk om jezelf nu de vraag te stellen of dit allemaal wel zo troostrijk en bemoedigend is. Want als God soeverein is en in alles regeert, waarom laat hij dan zoveel oorlog en zoveel wreedheid toe en bloedvergieten en misbruik? Waarom laat hij dan zoveel problemen in mijn persoonlijk leven toe en ook bij mijn kinderen? God is toch liefde? God is toch goed? Dan mogen wij toch verwachten dat hij in zijn soevereiniteit zijn liefde aanwendt ten goede om een einde te maken aan het onnoembare lijden van deze wereld. Hoe kan de Heere God goed zijn en liefdevol en soeverein terwijl zoveel ellende en lijden in de wereld bestaat? Dat begrijpen wij niet. En je zult het ook nooit begrijpen, je krijgt het intellectueel ook niet op een rij, er is geen formule voor. De Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere, zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Denk vooral niet te hoog van jezelf, denk vooral heel hoog van de Heere en laag van jezelf. Hoe hoger je de Heer hebt zitten, hoe lager je eigen dunk. Sommige mensen hebben de Heer laag zitten en hebben een hoge eigen dunk. Hoe hoger je de Heer hebt zitten, hoe lager je eigen dunk. Hoe minder het om jou gaat en meer om hem. Weet u, wij begrijpen niet hoe sommige dingen goed kunnen zijn. Wat ik wel weet is dat de Heere God niet de veroorzaker is van de zonde. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Jacobus 1 vers 13. En Johannes zegt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. In Johannes 1 vers 5. Voor de Heere God is het onmogelijk om te zondigen of zonde te veroorzaken. En ook weet ik dat de Heere God in zijn oneindige soevereine wijsheid de engelenmacht en de mensheid in verantwoordelijkheid geschapen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat alle tragedies, het lijden in deze wereld, het gevolg zijn van de menselijke keuze om tegen God in opstand te komen en hem ongehoorzaam te zijn. We zijn allemaal kinderen van Adam en daarom volledig zondige mensen. De vloek van deze wereld is het resultaat van de zonde. Nu is de Heere niet alleen een soeverein, maar ook een alwetend God. Reeds voor de schepping van hemel en aarde heeft de Heere God geweten van Adams keuze om hem ongehoorzaam te zijn. De Heere wist op voorhand van de zondeval.
Hij wist op voorhand van al het onnoemelijke lijden in ziekenhuizen, in verpleeginrichtingen, in de derde wereld en in gezinnen waar kinderen misbruikt worden. Hij wist ervan. Op voorhand wordt de Heere daardoor niet mede verantwoordelijk voor de zonde en de gevolgen van de zonde. Antwoord, nee. Maar hij wist op voorhand dat het uiteindelijk gevolg de ultieme manier is om de grootheid van zijn wezen en de volmaaktheid van zijn natuur te tonen. Met andere woorden, om ons te laten zien wie hij werkelijk is, om zichzelf te verheerlijken. Maar betekent dat ten diepste niet dat hij een vrede God is? Dat hij alles heeft bedacht en heeft laten gebeuren om tot zijn eer te komen. Wat zegt dat van de Heere God? Wij zwijgen stil. O mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Dat zijn existentiële vragen waar je geen antwoord op krijgt. Maar wij worden geacht om als stofje aan de weegschaal te buigen voor de Heere. En wij weten dat de Heer Jezus het bewijs is van Gods goedheid en liefde. En daar geef ik mij aan over en in ootmoed buig ik daarvoor. Het bemoedigende in dit alles is dat God in alles werkt. Zelfs in de zonde regeert de Heere om tot zijn volmaakte plan te komen. De psalmist zegt, want de woede of de toorn of de zonde van de mens zal u tot lof zijn. Psalm 76, vers 11. God regeert in alles tot eer en verheerlijking van zijn naam. Het meest aansprekende oud-testamentische voorbeeld is wat dit betreft de geschiedenis van Jozef. Zijn broers hadden hem mishandeld. U kent die geschiedenis, als slaaf verkocht. In Egypte werd hij vals beschuldigd, in de gevangenis geworpen. Ach, Heere God, waarom moet mij dat allemaal overkomen? En dan komt er een keer in zijn tegenspoed en krijgt datgene wat eerst zinloos leek, zin. Immers, door zijn persoonlijk lijden werd Jacob's familie van de hongerdood gered en daarmee de geslachtslijn van de Messias voor de ondergang gespaard. God werkt in de aangelegenheden, in de loop van je leven. Hij is een soeverein God. En toen Jozef broers ontdekten wie hij was, werden ze bang voor represaillemaatregelen. En dan zegt Jozef, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Zie eens hoe God in het kwaad werkt. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Jullie hebben mij kwaad gedaan. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk voor zijn naam in leven te houden. De Heere God kan het kwaad ten goede keren. Tragedies in zegeningen. Verlies in winst. Droefheid in vreugde. God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Het ultieme voorbeeld. Het Nieuwe Testament. De Heere Jezus. De kruisiging. De Joodse leiders wilden hem als ongewenst element uit de weg ruimen. Maar daarin werkte God door al onze zonden, ongerechtigheden en overtredingen op zijn zoon te leggen en aldus de wereld met zichzelf te verzoenen door het geloof in Christus.
God werkte in de vervolging van de vroege christelijke gemeente. Hoe kan het nou? Zo'n geweldige broeder als Stefanus wordt gevangen genomen. Een man met zo'n zegenrijke bediening. Die had zoveel van Christus mogen vertellen. En hij wordt gevangen genomen. Hij wordt op een beestachtige manier afgemaakt. Met stenen doodgegooid. O God, u bent toch soeverein. U kunt er toch iets aan doen. U kunt toch uitkomst geven. Maar dat deed de Heer niet. Dat deed de Heer niet. Maar God werkte daarin, want die kleren werden gelegd aan de voeten van een jonge man genaamd Saul. En daar Saul heeft gezien hoe Stefanus de hemel geopend zag en hoorde de woorden van Christus. Vader, reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat ze doen. Uiteindelijk Saul komt tot geloof en bereikt de uiteinde van deze wereld met het evangelie van Gods genade. God is soeverein. De Bijbel zegt, het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Niet de goed gevulde beurs van de kerk is het zaad van de kerk. Niet de populaire optredens in de kerk is het zaad van de kerk. Wat is het zaad van de kerk? Bloed van de martelaren, mannen en vrouwen die pal staan voor de Heer Jezus. In een wereld die anti-God is, anti-Jezus, anti-evangelie. Saul, Paul, en dat is het zaad van de kerk. O, geven God mannen en vrouwen die zo voor de Heer Jezus willen leven met hun hele hart. Misschien vraag je, waarom staat de Heer lijden toe in mijn leven? Waarom, Heer, staat u dit in mijn leven toe? U bent toch almachtig? U kunt er toch iets aan doen? U bent toch alwetend? U had het toch kunnen voorkomen? En dat is waar, maar hij heeft het niet voorkomen. En dus is hij de directe veroorzaker of toelater van de problemen in je leven. Maar dat is nooit zinloos, nooit doelloos. We worden getroost met de belofte uit Romeinen 8, 28, een tekst die velen van jullie van buiten kennen. Wij weten nu dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zij voornemen, geroepenen zijn. Alle dingen werken mede ten goede. En dat is niet een gevulde beurs. Dat is ook geen gezondheid. Betekent ook niet dat alle dingen glad gestreken worden. Dat het je voor de wind gaat. Wat is het goede? Nou, lees de context. En het gaat erom dat je gevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En die vorming, dat vormingsproces, oh, dan moet de Heere God de handen in je leven zetten. Als de pottenbakker. En dat kneden, dat doet zeer, maar hij vormt je naar het beeld van Christus. En dat is een troostrijke wetenschap. Samenvattend, de Heere heeft als allerhoogste schepper het volste recht om met ons te doen wat hem behaagt. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Als het werk van zijn handen zijn wij niet in de positie om de Heere God ter verantwoording te roepen. Je buigt voor hem. Oh, dat moet je leren. Oh, je moet zo leren voor hem te buigen. Wij zijn niet meer dan doorademde stof, klei, modderpotten. En de Heere werkt in alle dingen in jouw leven en op het wereldtoneel tot realisatie van zijn volmaakte plan en doel. Koning David leerde dat de Heer onder alle omstandigheden van ons leven volmaakt onder controle heeft. Als hij zegt, maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden, dat betekent meer dan alleen maar tijd, levensdagen. Het duidt op de totaalsom van mijn leven, met alles wat daarin is. Alles in mijn leven, Heere, is in uw hand. De koers van ons leven, de richting van ons leven, wordt door God bepaald. Wij verliezen soms de controle over ons leven. Maar de Heere heeft elk jaar, elke maand, elke week, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde, elk moment volmaakt onder controle. En hij maakt daarbij geen fouten. Gods weg is volmaakt. Dus Heere woord is zuiver. Wij verwachten, wij begrijpen hem niet. Maar weet je, de Heere God verwacht ook niet dat je begrijpt. Als je een tekst kunt vinden in de schrift waar de Heere God zegt, begrijp je mij dan niet? Oh, dat staat er niet. Je hoeft de Heere God niet te begrijpen. Je kunt hem niet begrijpen.
Maar hij vraagt wel dat we voor hem buigen. Ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u, Heere. Ik vertrouw u. God is soeverein. God is soeverein. Het ultieme voorbeeld, ik heb het al even genoemd, is de Heere Jezus. Die ons is voorgegaan in die bange uren in de hof van Gethsemane. Toen hij bad, niet mijn wil, uw wil geschieden. Want Gods wil is goed. Punt uit. Amen.